Landelijke aandacht vrijwilligers. Camera's voor veiligheidsgevoel. Schokeffect door afzuigkap. Dit is het kanaal 13 Nieuws. Schoonmaken, kinderen begeleiden en luiers verschonen. Het kan allemaal tijdens het NL Doet Vrijwilligersweekend. Eén keer in het jaar geeft Nederland speciaal aandacht aan het vrijwilligerswerk. Ook in Huissen bij de Wereldwinkel wordt er hieraan gedaan. Bert Frings, wethouder van gemeente Lingewaard, helpt een handje. Wat heeft u zo al vandaag allemaal gedaan in de winkel? Kopjes koffie ingeschonken voor de vrijwilligers, voor klanten. Spullen verkocht, cadeautjes ingepakt. Alle voorkomende werkzaamheden binnen de winkel. Het enige wat ik nog niet gedaan heb is voorraad controleren en bestellingen maken. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat zo druk iemand die dagelijks bezig is besturen van onze stad, dat hij zich vrij kan maken en vrij willen maken om onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Dus even zelf te beleven wat het is om vrijwilliger te zijn in een wereldwinkel. De wethouder hoeft hier niet zoveel te doen, maar er zijn meer klussen waar je een beetje extra lef voor nodig hebt en waar de handen uit de mouwen moeten worden gestoken. Zoals bij de Veld Factory in Arnhem, daar moeten ramen op grote hoogtes worden schoongemaakt. We zijn met vier collega's zijn we hier van de SNS-bank vandaag druk doen om het alles een beetje op orde te krijgen. En die gelegenheid hebben we gekregen van onze baas. En zelf steken we er ook een aantal uren in. Dus helemaal leuk voor ons. En wat zijn uw taken zoal vandaag? Vandaag om schoon te maken. Boenen en raamlappen. Dus, Dit is het souterrain van een rijksmonument, van de transformatie. En dit heeft jaren leeg gestaan en het is helemaal opgeknapt. En vandaag is de finishing touch, namelijk worden de ramen schoongemaakt en de monumentale tegelvloer. In normaal, als de vrijwilligers er niet zijn, hoeveel mensen trekt u dan met dit filterproject? We hebben hier 11 werkplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En we zijn in januari zijn we zo ver klaar dat mensen kunnen instromen. Dus dat gebeurt nu. Waarmee mag ik u vandaag gaan helpen? Nou, ik zie dat ze daar boven nog wat hulp nodig hebben bij de ramen. Dus als je durft, hier zijn het allemaal vrouwen die werken. Maar als jij durft, kan je ook de steiger op. Wat hebben we hier? Kijk hoor, een doek. Oh, die is... Oh, dit kunnen heel veel mensen denken uit. Zeg je dat even hoog geweest? Gewoon doen. Zoals je kunt zien kun je allerlei verschillende klusjes doen. Van ramenlappen tot koffie zetten. Morgen kunt u uw beste beentje nog voorzetten, want het vrijwilligersweekend stopt zondag. De DAR is niet langer de afvalinzamelaar in Lingewaard. Een raadsmeerderheid wil net als voor 1 januari 2010 weer een particuliere inzamelaar in de arm nemen. De raad bespreekt op 31 maart of Lingewaard mede-aandeelhouder in de DAR wordt. Op de politieke avond van 17 maart gaf een meerderheid al aan hier niets voor te voelen, naar ervaringen met de slechte dienstverlening. De toezegging van directeur Peter van Heeswijk die te verbeteren, kon niet overtuigen. De kortingskaartjes voor de bus in Nijmegen en Arnhem krijgen definitief geen opvolger. De Stadsregioraad concludeerde donderdag tijdens een vergadering dat pogingen om nieuwe, goedkope kaartjes in te voeren zijn mislukt. Connection schafte in november het dalkaartje en het kankaartje af. Het busbedrijf voelde weinig voor een nieuw gemakskaartje en kwam alleen met voorstellen die de regiogemeenten ruim 1 miljoen euro zouden kosten. Na ruim 5 jaar is de restauratie van Luxor Life in Arnhem afgerond. Donderdagmiddag vormde het ophangen van 2 lampen aan de voorgevel de voltooiing van de opgeknapte voormalige bioscoop. De verbouwing liep onder meer vertraging op doordat tot 2 keer toe de aannemer failliet ging. Luxor Life wil het pand van buiten aanlichten om het 's avonds beter zichtbaar te maken. Binnen wil het poppodium de akoestiek nog verbeteren. De inschrijfsite van de Nijmeegse Vierdaagse toont bij aanmelding meer dan alleen naam, geboortedatum en postcode van de lopers.
Andere gegevens, zoals bankrekeningnummer, huisadres en telefoonnummer, worden ook getoond. De organisatie bekijkt wat ze aan het lek kan doen, maar is niet van plan op korte termijn maatregelen te nemen. Voor de 95ste editie van het wandelevenement hebben zich in de eerste inschrijfronde 1500 mensen ingeschreven. De eigenaar van het regionaal autocentrum A15 in Andelst ziet zichzelf niet als oplichter en wil iets doen voor gedupeerde klanten. Tegen hem lopen zo'n 20 aangiftes voor oplichting, nadat kopers die hun betaalde auto's wilden gaan ophalen een lege zaak aantroffen. Volgens de eigenaar heeft de groothandel waarvoor hij ze verkocht de wagens weggehaald omdat zijn bedrijf slecht liep. Hij wil nu na een faillissement een doorstart maken. Winkeliers en klanten van het winkelcentrum De Drieslag in Arnhem-Zuid voelen zich niet langer veilig. De afgelopen tijd deden zich daar herhaaldelijk overvallen en straatroven voor. Onlangs liep er zelfs een man rond die willekeurig voorbijgangers neerstak. Doet u vaak hier uw boodschappen? Ik doe altijd mijn boodschappen hier. Bent u al op de hoogte van dat er best wel veel overlast hier is in de winkelcentrum Drieslag? Daar ben ik van op de hoogte, ja. Maar alleen ik merk er zelf weinig van. Toch zeggen de winkeliers dat ze na 6 uur niet meer durven open te zijn. Nou, om 6 uur loop ik hier niet. Dat zeg ik heel eerlijk, want dan loopt me hier te veel rond. Zoals wat dan? Ja, al die hangjongeren, dat vervelende gedoe. En ik heb het er niet zo op. Nee, ik doe het op de dag. Ik ga echt niet om 6 uur boodschappen doen. Nee, dat doe ik niet. U doet die boodschappen ook nog gewoon steeds hier? Altijd. Altijd en eeuwig. U heeft er geen last van de jongeren en het overlast en de straat overvallen? Nee. Ik heb nergens geen last van. Ik loop s'avonds van een uur of 4:30 tot 5:30 over het winkelcentrum over. Ik ga mijn eigen rondje en ik heb nooit geen hinder. Voel jij je veilig hier als je op straat loopt? Ja, tuurlijk. Ik ken iedereen hier zo. Dus gewoon veilig. Ik vind het gewoon gezellig hier zo. Heeft u daar wat van gemerkt? Nee, totaal niks. Nee. De winkeliers die schreeuwen wel om camera's, die komen er ook. Ja. En, maar u ondervindt zelf helemaal geen last? Ik vind het niet, maar ik hoor het vooral van anderen. Ja. Bent u op de hoogte van de overvallen en de straatroven die hier gebeuren? Wat zeg je? Nog een keer? De straatroven en de overvallen die hier gebeuren? Nee, ik heb het niet gezien. Ja, ik denk bang om mensen die... Ja, je kunt je bang laten maken, maar... Ik merk er niks van. Ik hoor het alleen om me heen van anderen, maar verder niet. Nee, ik voel me veilig, afveilig. Ik ben niet bang, dat zal het wel zijn. Ik loop. En zeggen ze mij een dag, zeg ik ook hoi. En voor de rest, bekijk het maar. Eind mei krijgt het winkelcentrum 14 beveiligingscamera's. Deze moeten zorgen voor een afschrik-effect. Eigenlijk de laatste tijden hier veel overvallen geweest, aan inbraak geweest. Bij ons ook hetzelfde. Vanaf 2002 tot nu hebben we 9 keer... En inbraak gehaald. De laatste keer was bijna 2 maanden geleden. Een overvalling met de pistool is het 3 uur 's middags en zondag bij de kop geweest. En een andere dag door de week was bij Zeeman ook gewoon overdag overvalling geweest met pistool. Aan 8 uur is avonds bij bakkerij tegenover Albertijn hier in het winkelcentrum. En nog veel dingen hier de laatste tijden geworden, maar na de actie van de gemeente iets beter geworden eigenlijk. Ik zie dat het iets rustiger geworden. En hadden zij ook ik had een paar keer een beveiliging gezien, die zijn rondlopen. Daardoor iets beetje rustig geworden. En, wat heeft u zo al zelf meegemaakt hier? Klant, ja, brutaal. Hier in de winkel gelukkig zelf nog niet. Maar dan gebruikt u de knuppel ook? Als er wat gebeurt, gebruik ik wel de knuppel. Ja, dan als het nodig is, ligt eraan. Hè. Ik ga niet natuurlijk mijn eigen leven op spel zetten. Maar, ja. Hoe kan het zo ver komen dat u toch een knuppel in de winkel nodig heeft? Van alle dingen wat er hier allemaal gebeurt. Zoals? De overvallen, de steekpartijen. Ruzies, veel ruzies. Zelfs de agenten worden uitgescholden hier. Dat heb ik ook meegemaakt hier voor de deur. Doet de gemeente en de politie doen er genoeg aan om dit soort incidenten te voorkomen? Ik vind, ze komen overdag wel. Maar ze moeten na 4 uur, nadat het donker wordt, dan weet je, het schemer, dan moeten ze komen. Kijk, 's middags om 12 uur is het rustig. Maar na 4 uur, dan gebeurt het eigenlijk. Dan komen het... gebeurt dan, zeg maar.
als ik echt in het nauw gedreven word, ja, dan zal ik hem toch moeten gebruiken. Is goed. Nou, laten we dat niet hopen of niet. Koken kan een hachelijke onderneming zijn. Uitgewaaide fornuisvlammetjes, vlam in de pan en vlijmscherpe messen kunnen bij onoplettendheid flink roet in het eten gooien. Maar ook sommige afzuigkappen blijken riskante situaties op te leveren. Keukenspecialist Atag in Duiven waarschuwt dat bepaalde types van Pelgrim en Etna via de bedieningsknoppen een elektrische schok kunnen geven. Nou, de Consumentenbond die heeft een heel grondige test gedaan op onze afzuigkappen. En daarbij is gebleken dat in sommige gevallen, onder bepaalde condities, er een vonk over kan slaan vanuit de elektrische delen van de afzuigkap op de knop. Hoe gevaarlijk kan dat zijn? Op het moment dat je een schok krijgt, kan dat uiteraard gevaarlijk zijn. De kans dat het gebeurt, die is gelukkig heel klein. In die zin dat het in de praktijk bij consumenten tot op heden niet is gebeurd. Het is niet zo dat er getroffen, gedupeerde klanten met een klacht kwamen? Nee. Het is echt vanuit de testsituatie zijn wij er gelukkig achter gekomen dat het gebeurd is. Is er voor de zekerheid ook nog gekeken naar andere type merken? Want het ging hier specifiek om Pelgrim en Etna. Alle kappen die wij produceren, waarbij dit type schakelaar, deze type bedieningknop is gebruikt, hebben wij gecontroleerd. En daar bleek het, voor zover de types waar het aan de hand bleek te zijn, daar hebben we maatregelen opgenomen. Wat raadt u nou mensen aan die toch zo'n type afzuigkap al hebben aangeschaft? De mensen die deze kap in huis hebben, die moeten naar de site www.afzuigkapregistratie.nl gaan. Daar staat een overzicht van de type nummers die het betreft. En vervolgens kun je daar op die site kun je aanvragen een monteursbezoek. En wat er dan gebeurt is dat wij contact met u opnemen. En vervolgens ervoor zorgen dat het ter plaatse thuis het probleem afdoende opgelost wordt. Het is een makkelijk te verhelpen mankement. Ja, de monteur is daar hele korte tijd mee bezig en die kan dat zo verhelpen. Ik kan het ook even laten zien wat er eigenlijk gebeurt. Dat is het volgende. Dit is het binnenwerk van de afzuigkap. Wat er gebeurt is dat deze oude knop, die gaat eraf met het metalen binnenwerk. En die wordt vervangen door een nieuwe knop. Dat is deze, met een kunststof binnenwerk. Die wordt erop gezet en dan is het probleem volledig verholpen. Heeft u niet alleen te maken met consumenten, maar ook met andere bedrijven die deze kappen verkopen? Heeft u daar al veel telefoontjes van gehad? Vanuit een aantal van onze handelaren hebben we inderdaad ook telefoontjes gehad. Die zijn gisteren allemaal aangeschreven. We hebben ze opgeroepen om de kappen, voor zover ze door hun verkocht zijn, dan wel in de showroom hangen om daar contact over met ons op te nemen. En dan zullen wij ook weer ter plaatse met die consument of in die showroom het probleem verhelpen. Op zich een klein probleem en goed dat het in een vroegtijdig stadium geconstateerd is. Nou, zo zien wij dat ook. En we willen natuurlijk absoluut geen enkel risico nemen als het op veiligheid aankomt. Dus wij zijn heel blij dat we in dit stadium al dit probleem hebben gezien, ontdekt hebben en vervolgens ook op tijd maatregelen hebben kunnen nemen. Wie wil weten om welke types afzuigkap het precies gaat, kan terecht op www.afzuigkapregistratie.nl. Tot zover het kanaal 13 Nieuws. Heeft u tips? Wilt u de uitzending op DVD bestellen of nog eens terugkijken? Surf dan naar www.kanaal13.tv. Straks aandacht voor dansen, schat bewaren en speelgoed in UiTV. Direct na het weer, natuurlijk hier op kanaal 13.